Naar nog een ander thema, en dat is, dat wordt vermoedelijk toch ook een van de belangrijke thema's in de aanloop naar, dat is mobiliteit. Want er wordt wat afgesakkerd, meneer Janssens, overal rij je vast, versmallingen. Wordt dat geen belangrijk thema volgend jaar, heren? Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijk thema kan worden. Het is voorlopig ook het enige thema waar ik meen een zeker fundamenteel inhoudelijk verschil tussen Patrick Janssens en Bart De Wever te hebben ontwaard. Want tot hiertoe blijft het, enfin, voor zover er een debat is, is het blijkbaar vooral een debat over de vraag wie van de twee het eerst was met de standpunten die ze allebei delen. Maar rond mobiliteit en rond de vraag vooral of de stad autoluwer moet worden, wat de plaats is van de auto in de stad, daar lijkt mij wel een zekere tweespalt tussen De Wever en Janssens. Dat te maken met de druk van groen dan? Ongetwijfeld denk ik dat daar wel bepaalde strategische overwegingen zullen meespelen. Dat misschien inderdaad een manier is om de potentiële groenkiezer ook wat bij de burgemeester te houden. Maar ik denk dat het ook voor een deel wel in het verlengde ligt van het beleid dat gevoerd is. Lex, je rijdt je overal vast in de stad. Ja, ik denk dat de N-VA met dat standpunt vooral de liberale kiezers, er zijn er nogal wat traditioneel in Antwerpen, probeert te recupereren. Ik denk ook dat de N-VA natuurlijk koortsachtig op zoek is naar het zoeken van verschillen. Het gaat niet over de N-VA, het gaat over de mobiliteit binnen Antwerpen. Verbeterd of verslechterd? Want heel veel mensen hebben het aanvoelen dat dat niet verbeterd is. Nou, je zit daar op twee sporen natuurlijk. Je moet, aan de ene kant zit je met de mobiliteit in de binnenstad, waar je toch gaat moeten proberen om het verkeer zoveel mogelijk weg te houden uit het autoverkeer zoveel mogelijk weg te houden uit die binnenstad. Dat loopt parallel met de verlenging van een aantal tramlijnen, verbeteren van structuur, infrastructuur. En aan de andere kant heb je natuurlijk de bredere mobiliteit. En daar zit je met het gegeven dat er een ring dwars door Antwerpen loopt. En dat je moet proberen. Dan zijn we bij die grote mobiliteit. Ja. Inderdaad, want die Meccano, meneer Janssens. Ik ga me toch eerst nog even op die andere dingen laten antwoorden. Ik kan dat toch doen. De kleine en de grote mobiliteit, de mobiliteit binnen Antwerpen is problematisch. En dan heb je, zoals Lex zegt, die ring die eigenlijk in de stad ligt en waar er iets voor ligt. Wordt dat geen belangrijk thema volgend jaar? Antwerpen gaat, zoals veel steden, door een enorme metamorfose, ook in termen van hoe mensen zich verplaatsen. Ja. En dus meer en meer mensen kiezen voor de, denk ik, verstandigere keuze als je naar het stadcentrum moet komen. Dat is, je kiest voor openbaar vervoer, dat wordt ook verbeterd en meer uitgebreid. Kiezen ook voor meer voor de fiets. Er zullen volgend jaar de 100 kilometer nieuwe fietspaden die aangekondigd zijn, die zullen er ook effectief liggen. Dat kan iedereen ook vaststellen bij elke heraanleg van straten en pleinen, dat er meer ruimte is voor de fiets. We hebben ook dat Velo-project gehad en zo. Ja. Natuurlijk, wanneer men er toch voor kiest om met de auto naar de binnenstad te komen, dat blijft mogelijk, maar je zal moeten accepteren dat er ook andere mensen zijn die andere methodes gebruiken en we moeten die beperkte plaats delen. We gaan geen verdiepingen aanleggen in de straten om het parkeren op straat mogelijk te maken en de auto sneller in de binnenstad te krijgen. En dan, je hebt natuurlijk de grotere mobiliteit. Ja. Het is natuurlijk belangrijk dat het doorgaand verkeer zo ver mogelijk van Antwerpen kan rijden, zo weinig mogelijk in het centrum moet komen. Daar heb je die historische belasting van de ring, waar het van bijzonder groot belang is dat we effectief zorgen dat die R11 ook effectief mee in dat project wordt gerealiseerd, dat daar die ondertunneling komt, zodanig dat die lasten ook wat beter worden gespreid en er effectief minder verkeer dicht bij de stad moet komen. En ik denk eigenlijk dat het grote thema voor de volgende, zeg maar, 10, 20 jaar zal worden, de kwaliteit van het leven in de stad, ook in, ik zou zeggen, in gezondheidsbetekenis van het woord, namelijk wat is het effect van al dat geluid, wat is het effect van de uitstoot en zo op de gezondheid in Antwerpen. Ik denk dat we daar zijn al wat onderzoeken over gebeurd, die zijn toch echt wel zorgwekkend en daar zullen we de volgende jaren meer moeten in investeren. Lex, hoor ik de burgemeester hier een kleine bocht nemen richting Meccano? Dat denk ik niet. Dat heb je mij niet horen doen, meneer. Ik denk eerlijk gezegd dat hij wel zou willen, maar dat politiek natuurlijk op dit moment niet haalbaar is. Er is een politiek compromis gesloten. Dat politiek compromis houdt in dat het BAM-tracé blijft, maar dat de lange wapper onder de grond wordt gelegd, bij wijze van spreken. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet het thema gaat worden, want N-VA, CD&V en SPA zijn dermate blij dat die politieke knoop is ontward, dat ze elkaar op dat gebied voor de verkiezingen al in elk geval geen pijn meer willen doen. Ja, de FC Nare, zie jij het ook zo?
Ja, ik denk ook niet dat dat direct een thema gaat worden, omdat je inderdaad nu dat politiek compromis hebt. Maar op langere termijn gaat volgens mij dat dossier nog wel terug zwaar op de agenda komen. Omdat ik denk dat het huidige compromis uiteindelijk ook niet uitvoerbaar zal blijken voor allerlei redenen juridisch. Maar ook het feit dat met de nieuwe procedures die zo nog moeten gestart worden, ook dat mechanotracé terug opnieuw zal moeten bekeken worden, dat daar opnieuw een debat over zal ontstaan enzovoort. En ja, ik denk ook dat je als burgemeester van Antwerpen wellicht... Ja, toch ook niet helemaal tevreden kan zijn met wat er nu op tafel ligt. Het is dan ook een politiek compromis, maar...